Ik wil graag beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het belangrijke en mooie werk dat u doet. U zorgt ervoor dat zorgcliënten die zelf niet onder woorden kunnen brengen wat ze willen, toch gehoord worden. U geeft een stem waardoor ze hun wensen goed kenbaar kunnen maken en belangrijke zorgkeuzes kunnen maken. Daardoor bent u adviseur en vertrouwenspersoon in één voor een kwetsbare groep mensen in onze samenleving. Een mentor is een bijzonder iemand. Een mentor kan zichzelf wegcijferen en zich inleven in de wereld van een ander. Een mentor is geduldig en kan improviseren. En een mentor is bereid zijn vrije tijd te geven aan een ander. Dat is nogal wat. Niet iedereen is daartoe in staat. En daarom heb ik heel veel bewondering en waardering voor u. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Door uw werk geeft u ook invulling aan wat ik in mijn beleid nastreef. In mijn plan Waardigheid en Trots dat ik voor de verpleeghuizen heb gemaakt, staat centraal dat de zorg aan moet sluiten op de wensen van de cliënt. En daarvoor is het noodzakelijk dat we goed naar ze luisteren. Dat neemt de waardigheid van mensen en de kwaliteit van leven toe. Mentor zijn is geen sinecure. U bent, met uitzondering van de financiële zaken, de wettelijk vertegenwoordiger en belangbehartiger van mensen die dat zelf niet kunnen. De rechtbank heeft u daartoe aangesteld. En dat is en blijft een grote verantwoordelijkheid. Ik vind het dan ook belangrijk dat mentoren in ons land deskundig zijn en professioneel worden ondersteund in hun werkzaamheden. Om die reden subsidieer ik de kennis- en voorlichtingsfunctie van Mentorschap Nederland. Het is belangrijk dat er nieuwe, vrijwillige mentoren worden aangetrokken en dat mentoren met vragen en problemen terecht kunnen bij een centraal steunpunt. Ik wens u nog een plezierige bijeenkomst toe. Een bijeenkomst waar u van elkaar leert. En hopelijk ook andere mensen die overwegen mentor te worden, kunt motiveren om dit belangrijke werk ook te gaan doen.